Het informatiecentrum is er nu. En hier treffen we uiteraard ook Corina Velleman aan. Waar is zij het meest trots op? Het was een hele klus. Onder ontzettende tijddruk, maar het is gelukt. Nou, goed om te weten. En wie heeft er nu interesse in? Ja, de echte Zeevlaming. Ik ben een echte Zeevlaming, mag ik toch wel zeggen. Een echte? Een geboren getogen in Sleskil. Nou, getogen niet helemaal, maar geboren wel. En die hebben allemaal interesse? Ja. Een Zeeuws-Vlaming voor altijd? Een echte Zeeuws-Vlaming die moet even verbannen worden voor zijn opleiding en dan kom je weer terug. Ja. De opa van deze jongeman is ook een echte Zeeuws-Vlaming. Die zijn net gekomen. En waarom is opa hier? Ik vind het wel interessant eigenlijk dat je toch een beetje voorgelegd wordt ook en eens kan kijken hoe en wat. Maar op zo'n werkterrein kom je echt niet in als die maar aan de gang is. Hè? Ja, zo is het gewoon. Dus, nee, ik vind het wel een aanwinst, eerlijk gezegd. Ja. Voor mij is het belangrijk dat het centrum er is, dat mensen terecht kunnen. En het is geslaagd als iedereen ook weet het centrum is. Dus daar kan ik terecht met vragen, met klachten, met ook met leuke dingen. Als ik informatie wil, dan kom ik hier en dan kan ik informatie inwinnen. Er is iemand die alles weet. Dus dat is het belangrijkste, dat het centrum is van de communicatie. Hoe gaat dat in de toekomst? Ik wil het wel een beetje bijhouden, dat is toch een opzet wel een beetje. Ik ben vrij, dus... Komt u elke week even langs? Nou, dat is misschien best eens mogelijk. U heeft mij een tip. Klik voor meer informatie op www.sluiskiltunnel.nl. Ik ga de prijs overhandigen.